En de officiële heringebruikname van de recreatiefaciliteit van Good Charity heeft vanmorgen plaatsgevonden aan de Burenstraat. De broedersvereniging Good Charity heeft als bijdrage aan de verdere verfraaiing van de binnenstad het toebehorende kurtgebouw gerenoveerd en de recreatiezaal opgeschilderd. De werkzaamheden hebben enkele maanden in beslag genomen. Ronald van Russel, bestuursvoorzitter, zegt dat de renovatie van groot belang was. U begrijpt dus, als er een plek is waar mensen vertoeven, moet het aangenaam zijn. Ja, op een gegeven moment hebben we in de vroegere jaren was onze recreatie in het hoofdgebouw. Op een bepaald moment, ongeveer 30 jaar terug, heeft het bestuur onder leiding van de erevoorzitter Fred van Russel gemeend om de recreatie te verschuiven, dus naar buiten toe. Met een aantal gebouwen en faciliteiten erbij. Dat is ongeveer 30 jaar terug. U begreep met de tijd, ja, is het op een gegeven moment dus dat er ook wel wat veranderingen aangebracht worden. Vandaar dus dat op een gegeven moment het bestuur heeft gemeend om dit alles een vriendelijker aangezicht te geven, een cozy, zodat wanneer men komt, men zich prettig en gezellig voelt. Vandaar dus dat we op een bepaald moment besloten hebben om die hele zaak een facelift te geven. Volgens Van Russel is Good Charity een mannenvereniging. Een van de facetten waarmee het koord zich bezighoudt is de maatschappelijke en sociaal-economische vooruitgang van haar leden. Van Russel zegt dat de ongeveer 50.000 SRD aan renovatiekosten gedekt zijn door de inkomsten van het koord. Op deze plaats is het zo dus dat de leden een contributie moeten betalen. Maar je moet weten dus dat die contributie bij lange na niet genoeg is, ja, om dus de om die gebouwen, de zaken te onderhouden. Gelukkig hebben we onze voorvaderen hebben ervoor gezorgd dat we wat panden hebben, ja, die wij eventueel kunnen verhuren, ja, waarbij we de exploitatiekosten onder andere kunnen betalen. Want u ziet dat het terrein is niet klein, het vergt heel veel onderhoud. Dat is ook een van de redenen dat we de recreatie, ja, hebben een facelift hebben gegeven. Omdat een van onze belangrijke inkomsten is het verhuren van de recreatiezaal. Ja, u zult later merken dus dat wij op een bepaald moment ook dat gaan adverteren en naar buiten kunnen brengen. Gaan brengen om, zodat de gemeenschap weet dus dat ze ook hier terecht kunnen om de zaal te huren. En om vergaderingen, weet je, en dat soort zaken hier te organiseren. En dat zijn een van de belangrijkste inkomsten van het koor. Al is Ronald van Russel, bestuursvoorzitter van Good Charity. Hij sprak vanmorgen na de plechtigheid in verband met de officiële heringebruikname van de recreatiefaciliteit van het koor en wel aan de Burenstraat.